Ja, wij zijn eigenlijk begonnen met welke producten leveren wij nu veel. En waar zie je dus ook de klanten voor naar het gemeentehuis toe komen. En waar zouden wij ook nu onze dienstverlening het sterkste kunnen verbeteren om dat te gaan digitaliseren. En nou, een mooi voorbeeld daarvan is denk ik wel de geboorteaangifte. Hè? Wij zijn nu zover dat we gewoon in het ziekenhuis kunnen de beide ouders gewoon lekker met z'n tweeën kunnen een geboorteaangifte doen van een zoon of een dochter. En hoeven niet meer naar het gemeentehuis toe. Dus dat is een mooi moment. Voor ons een groot voordeel, want we krijgen de klanten niet op bezoek. Dus dat scheelt tijd. En daarnaast hebben we ook nog eens een keer de geboorteaangifte ook direct verwerkt in onze back-office administratie. Ja, vanaf 2010 doen we dit. Dit maakt gewoon onderdeel uit van onze bedrijfsvoering. Hè. Dus dat gaat van planning- en controlcyclus tot klanttevredenheidsonderzoek. Wij sturen heel erg op de resultaten die wij meten. En op zich is dat eigenlijk al vanaf dag 1 geen issue hier. Mensen vinden dat ook eigenlijk heel normaal dat we dat doen. Wij organiseren de dienstverlening van buiten naar binnen. Hè? Dus wij gaan met name kijken buiten van waar is behoefte aan. Dat proberen we te onderzoeken met een klantpanel, maar ook gewoon door middel van een klantmeetsysteem, een klanttevredenheidsmeetsysteem, om ook inderdaad feedback te krijgen van die klant van waar hebt u nou behoefte aan. We zijn bezig met klantenreizen, hè? Dus gewoon ook met onze eigen medewerkers gewoon in beeld te brengen van als je nou een product aanvraagt bij je eigen organisatie of ergens anders, wat zou jij dan willen? En breng nou dat eens in beeld van hoe loopt dat nou, wat is nou de klantenreis voor het aanvragen van het product. Nou, en dan kom je er heel snel achter dat je toch eigenlijk dat de wereld hier in ons eigen huis toch niet veel anders is dan de wereld die wij buiten huis verwachten. Dus als je dat bij elkaar brengt, dan zeg je van jongens, we moeten echt aan de slag met nog meer digitalisering. Dus eigenlijk zou het zo moeten zijn dat al onze producten die wij leveren vanuit de publiekdienst, dat die digitaal moeten zijn in 2020. Op het moment dat mensen met één of twee kliks het product kunnen aanvragen, dan hou je ze digitaal. Lukt dat niet, krijg je ze aan de telefoon. Dus zorg ervoor dat de lijn heel kort is, dat mensen heel snel terechtkomen bij het aanvragen van het product. Dus onze credo is keep it simple voor de klant.